Ik moet veel beter voor mezelf gaan zorgen. Ik vind het pittig, de overgang van 1 naar 2 kinderen. De OOTD van vandaag. Emotioneel wrak ben ik. Deze gaat zo hard ineens. Ik moet er even geen vlogcamera bij hebben, zeg maar. Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe weekvlog. Het is 2 weken geleden sinds mijn laatste weekvlog. Ja, ik heb even de camera niet opgepakt om te filmen. Het waren echt 2 hele intense weken. Even met 2 kinderen die niet lekker waren. Ilo is ook ziek geweest. Sprongen, nou, noem maar op. Gewoon druk met werk. En ik weet niet, ik heb dan heel vaak toch het gevoel van oké, ik moet heel even de focus dan hebben op niet alles. Want anders word ik helemaal gek. En dat heb ik in november, december gehad. En toen merkte ik wel echt aan mezelf dat ik gewoon een beetje, dat het gewoon allemaal echt too much was. En ik vind het ook heel belangrijk dat ik in mijn vlogs, neem ik jullie natuurlijk mee in mijn leven. En het is echt niet alsof ik wil doen dat het alleen maar roze geur en maneschijn is. Helemaal niet. En dat vertel ik ook volgens mij altijd wel eerlijk tegen jullie. Maar ja, nee, de afgelopen weken, ik kon er even geen vlogcamera bij hebben, zeg maar. En dat is ook helemaal niet de manier waarop ik video's wil maken. Kijk, ik geef jullie een kijkje in mijn leven. En ik laat jullie dingen zien waarvan ik denk dat dat leuk is om te laten zien. En daar hoort natuurlijk ook een groot deel momlife bij. Wat soms echt best wel pittig is. Maar als mijn boys ziek zijn en niet lekker zijn. Ja, dan ga ik er geen camera bij pakken natuurlijk. Dus, vandaar. Even 2 weken soort van... stilte. Het is vandaag zaterdag en ik pak de camera weer op omdat en ik voel me weer beter. Ik ben zelf ook ziek geweest. De boys zijn weer wel beter. En aankomende week wordt ook gewoon een leuke, drukke week. Ik kan jullie veel leuke dingen laten zien. Afgelopen 2 weken is het echt wel heel veel thuis geweest. Dus vind ik dan veel leuker om te vloggen. En ik vlog ook niet om het vloggen, zeg maar. Ik vlog omdat ik iets aan jullie wil laten zien, iets te vertellen heb, inspiratie kan geven, een leuke, interessante week heb. Dus ja, dat is niet... Mijn YouTube-kanaal is niet dat ik iedere week standaard een weekvlog online komt. Ik doe mijn best van wel. Maar als ik het gewoon niet voel een week, dan pak ik de camera ook niet op. Want het is voor mij ook echt een enorme gevoelskwestie. Het is toch best wel gek eigenlijk dat ik zoveel van mijn leven aan jullie laat zien. Ik ben me daar heel erg bewust van. De een die filmt en vlogt misschien soms daar erg in heeft, zeg maar. Of dat gaat gewoon heel vanzelf en heel natuurlijk. En ik vind dat toch best wel, om me zo open te stellen naar zoveel mensen toe. Ja, ik ben me daar gewoon heel bewust van. Dus ik doe dat eigenlijk alleen als ik me daar ook helemaal aan kan toegeven. Oké, dat was even wat ik wilde zeggen. Het is vandaag zaterdag. We hadden net gezellig familie op de vloer met kinderen. Dus het huis is ontploft. Misschien zien jullie het wel op de achtergrond. Dus ik ga even een beetje het hier recht trekken. Vandaag is gewoon een chill dagje hier thuis. Vanavond ga ik lekker met vriendinnen even op stap. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Even de deur uit. Even een andere omgeving, even andere mensen. Ja, volgens mij heb ik nog nooit echt aan jullie verteld hoe ik de overgang van 1 naar 2 kinderen vind. Ik vind het pittig. Echt. Ik kan niet zeggen dat het me heel makkelijk afgaat. Ons heel makkelijk afgaat. Ik vind de overgang van geen naar 1. Nou ja, dat is emotioneel gewoon een hele grote overgang. Je bent ineens moeder en dan moet je helemaal je rol in zien te gaan vinden. En... nou ja, de onzekerheden die erbij komen kijken. En je merkt wel dat met een tweede dat stukken minder is. Je voelt je veel zelfverzekerder. En nou ja, ik pieker niet zo snel. En ja, het gaat allemaal wel redelijk vanzelf. Maar ik vind de aandacht verdelen. En nou ja, ik kom gewoon echt handen tekort soms. Dubbel zoveel liefde. Het is geweldig. Het is echt hoe Joa naar zijn grote broer kijkt. Het is gewoon... zo genieten. En ik denk echt dat over een tijdje, als we kunnen gaan spelen, dat het zo ontzettend leuk wordt. Daar verheug ik me stiekem ook heel erg op. Ik merk dat Eloy nu wel echt zo'n fase zit dat hij het allemaal best wel moeilijk vindt. Die aandacht die verdeeld moet worden. En de peuterpuberteit. Hij is nu ruim 2. Dus ja,
Daar zitten we nu middenin. Allebei de boys liggen gewoon te slapen. Heerlijk. De slaapjes van Joa. 'S Nachts gaat echt top. Hij wordt eigenlijk helemaal niet wakker 's nachts. Hij slaapt lekker door. Dus het is echt, ja, heerlijk. Daar ben ik super blij mee. Maar overdag is het nog echt zoekende naar een fijn ritme. Dus daar zijn we nog steeds druk mee. Al ligt hij nu al vanaf, hoe laat? Hij ligt nu al een uur ligt hij in zijn eigen bedje te slapen. Dus dat is wel echt heel positief. En zo gaat het langzaam maar zeker denk ik wel beter. Dus ja, dat gaat eigenlijk, ik mag niet klagen. Het komt allemaal wel. Alright, nou ik ga lekker een eitje bakken of zo, want ik heb super honger. Goedemorgen! Oh. Dat is hees een stemmetje van hem. Ja man, hij heeft carnaval gevierd, ik weet zelf. Echt hè? Hey, lieve mama. Mm-hmm. Het is vandaag dinsdag. En ik zou vandaag een binnenkijker hebben hier. Binnenkijker? Een binnenkijker, ja dat klinkt een beetje. Maar... Kom maar open. Nee, er zou hier vandaag een cameraploeg voor de deur staan en ons huis gaan filmen. Maar dat werd even een uur van tevoren afgezegd. Nou, gelukkig dus... hadden we niet heel veel werk ingestoken, toch? Nou, jawel. Zeker wel. Ik ben heel druk geweest om het huis op te ruimen. Helemaal, nou ja, hè, om fliek te maken. Ging het hele feest niet door, maar goed, op zich is het niet erg, want ja, ik wilde ook al heel lang die home tour gaan filmen van jullie, dus dat ga ik lekker vandaag doen, natuurlijk. Dus ik ben net lekker gedoucht, ik ga hem nu even opmaken en dan ga ik het vandaag filmen. Vol zin in. Ik ben nu weer even iets nieuws aan het proberen qua make-upjes. En dat is de Giorgio Armani Luminous Silk Primer. Mijn huid is een beetje onrustig op het moment. Dus ik wil iets meer foundation op hebben, zodat het er net even wat egaler uitziet allemaal. Ik gebruik normaal gesproken deze van Laura Mercier. Die gebruik ik eigenlijk altijd als mijn huid er gewoon even wat beter uitziet. Of... deze van Chanel, de CC Cream. Oh ja, en natuurlijk die van Clinique, maar die is op. Dus die zit hier niet in. Maar nu gebruik ik, en dit is eentje die ik een tijd geleden heb gehad, de Luminous Silk van Armani. Heel fancy, hij is best wel prijzig, maar ja, hij is wel echt heel mooi. En ook hier heb je maar een heel klein beetje van nodig en doe je gewoon echt heel, heel erg lang mee. Ja, dus ik ga hem nu even opmaken en dan... gebruik maken van een opgeruimd huis. Want ja, dat gebeurt ook niet heel erg vaak. Moet ik eerlijk toegeven. Met 7 boykies. Het is toch altijd wel... een kleine chaos. De haren doen. Eerst een soort van heat protectant. Gebruik die van Gizu. Oké. Verf ik mijn haar met een verf die ik echt al denk na zeker 10 jaar heb. Ja. Dan ga ik nu mijn haar krullen met een stelpa, want dat gaat namelijk echt 10 keer sneller dan met een krultang, vind ik. De OOTD van vandaag. Dit super mooie pakje van By Bar Amsterdam. Het is een blouse en een rok, dus je kan de items ook nog los van elkaar dragen. Ik
vind hem echt zo ontzettend mooi. En ik heb hem natuurlijk gecombineerd met de laarzen van Tango. Dus ik ga nu de home tour opnemen. Vet veel zin in. Nou ja, we hebben alles lekker helemaal opgeruimd. We hebben ook nieuwe gordijnen hangen. Maar goed, jullie zien dat allemaal wel in de home tour video. Ik denk dat die misschien als een extra video woensdag online komt. Maar goed, hou mijn stories vooral in de gaten, want daar laat ik het vaak op zien en hou ik jullie op de hoogte. Hetje! Oh, de house tour zit erop. Zo fijn. Eindelijk kan ik die van mijn lijstje afvinken. Ik krijg net een heel leuk pakketje binnen van Fabien Chapeau. Ik mocht uit de nieuwe collectie wat dingetjes uitzoeken. Echt heel erg leuk. Ik ga even kijken wat ze me hebben toegestuurd. Even kijken hoor. Een hele toffe print. Heel erg leuk. Oh, ik kan echt niet wachten om dit te dragen met een lekker blouseje en giletje. Die draag ik echt heel graag. Hij is zwart. En je kan hem dus ook binnenste buiten dragen. Aan twee kanten kun je hem dragen. En je ziet van die leuke hartjes. Deze blouse. Heel mooi printje. Misschien dat ik het zo even voor jullie ga aantrekken. Dan kun je het aanzien. Heel mooi. Dit is het nieuwe setje van Fabien Chapeau dat ik net aan jullie liet zien. Even aangepast. Heel erg blij mee. Hebben ze hem opgestuurd. Deze rok zit ook heel flatterend, moet ik zeggen. En de print is echt helemaal te gek natuurlijk. En deze blouse vind ik ook echt ontzettend mooi. En ik hou zo van deze mooie details, die knoopjes. Kijk nou, hoe leuk. En zo staat het met het giletje erover. Wel echt heel erg leuk. En nu ben ik even omgekleed in het blouseje en heb ik deze lekkere flare broek aan van Free People. Alright, nou, hele ochtend lekker druk geweest met het opruimen van het huis. Het filmen van de home tour. Volgens mij is die heel leuk geworden. Dan gaan we nu even lekker even wandelen. Roos. Ja. Nou, we hadden op onze lijstje staan. Wat gaaf. Zo, zie ik er even uit. Het is donker. Oh, en als jullie denken, Roos, het ziet eruit, heb je gehuild? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben een emotioneel wrak, ben ik. Ik heb echt sinds deze zwangerschap, met Ilo heb ik daar niet zo heel veel last van, maar ik weet niet. Gewoon de hele nasleep, het hele ontzwangeren van, nou ja, van de tweede keer, vind ik een stuk heftiger. Gewoon echt, mijn hormoonhuishouding is echt nog lang niet hoe het hoort te zijn. Maar ja, ik ben nog maar zeg maar 5-6 maanden geleden nu bijna. Dus ja, het is ook niet zo gek natuurlijk dat je dan nog steeds onder de hormonen zit. Maar soms dan word ik wel echt een beetje gek van. Maar goed. Ik ben ook echt zo iemand die nu op dit moment dan probeert om dan het nieuws te ontwijken. Want ik raak echt zo van slag van bepaalde berichten en dingen die gebeuren in de wereld. Ik kan gewoon niet tegen. Ik kan gewoon echt zo van slag zijn. Echt, normaal gesproken heb ik wel een soort van filter of zo. Weet je wel, van ja. Maar nu heb ik dat niet. Nu alles komt zo hard binnen gewoon. Dus, dat verklaart dit hoofd. Oh, vreselijk. Oh man. Ik ga pompoensoep maken. Ik heb niet zo heel veel trek. Ik wil wel iets gezonds eten. En soep is altijd fijn. En lekker. Dus ik ga pompoensoep maken.
Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik sta weer in de keuken. Ik zet jullie even neer. Ik moet veel beter voor mezelf gaan zorgen. Het is echt, soms dan is het 12 uur en dan bedenk ik me van Roos, heb je eigenlijk wel iets gegeten of gedronken behalve koffie? Dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. Dus ik ga eventjes een sapje voor mezelf maken. Met spinazie. Een banaantje. Hey, Ile, wil je lekker een stukje banaan, liefie? Nee. Oké. Okay. Had ik ook kunnen bedenken. Oh, je wil wel banaan? Je zegt gewoon bij voorbaat nee. Stukje banaan? Nee. Nee. Rook maar eventjes een avocado doorheen. Mango, wil je mango? Ja. Ja, dat wil je wel, hè? Ja. Dus ik doe er wel wat amandelmelk bij. Lekker? Yes, is lekker. Appelsap. Appelsap, yes. Appelsap. Een soort van appelsap. Nog maar nog een slokje. Zie je? Daar ga je dan. Heb je een groen sapje voor jezelf gemaakt? Dan drink je kind hem op. Nou ja, maak ik er zo gewoon nog een. Ja, mama heeft nog maar een beetje voor zichzelf gemaakt, hè? Boef. Vanmiddag gaan we naar Amsterdam. Zo. Dat sapje gaat er goed in bij jou, hè, vriend? Het is nu 12 uur. Straks gaat Ilo lekker slapen. En vanmiddag gaan Milan en ik naar Amsterdam toe. Heel veel zin in, dus ik ga hem zo even lekker opmaken. En dan komt mijn moeder oppassen op beide boys. Want Milan en ik gaan echt even samen weg. Meestal dan nemen we ofwel Joa mee. En meestal is dat op donderdag. Maar nu gaan we echt even met z'n tweeën. Want we hebben een heel leuk event vanavond van een merk waar we echt allebei helemaal fan van zijn. Dus daar hebben we heel veel zin in. Ik zit even te twijfelen tussen twee lookjes om vandaag aan te trekken. Of deze. Deze jurk is van Guts & Gusto. En het vestje is van Edited, geloof ik, ja. Ja. En de laarzen zijn van Catharina Martin, geloof ik. Zij heeft hele gave cowboylaarzen. Dus of dit lookje. Hey Milano. Oh, en ligt hier een lekker mannetje op het bed. Hey, schatje. Hi, liefje. Ben je zo blij? Ja? Oh, 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 oh. Deze gaat zo hard ineens. Het is echt niet normaal. Hij is zo aan het omrollen. En hij probeert ook al een beetje te tijgeren. En die beentjes, de hit aan het bouncen, aan het springen. Hij is nu bijna 6 maanden. Echt ongelooflijk dat er een half jaar voorbij is gegaan. Het is echt voorbij gevlogen. Dat is echt niet normaal. Ik denk toch dat het dit lookje blijft. Mijn Bassie en Adriaan outfit, zoals Milan vanochtend tegen me zei. Het pak is van Palaver en de blouse is van Zara. En ik denk dat ik er misschien ook deze laarzen er wel onder doe. Ja. Alright, nu snel even het huis een beetje opruimen en dan lekker richting Amsterdam. Zo, we zijn hier bij. Oh, wat een toplicht dit. Vreselijk. Even kijken hoor, kan ik even iets vinden? Ja, we zijn hier bij Amerika Vintage. We zijn uitgenodigd om vanavond bij de Hoxton te komen eten. Superleuk, met het hele team van Amerika Vintage. Vind ik echt heel erg gaaf, want ik hou onwijs van dit merk. En ik mocht een leuk outfitje uitkiezen. Dus ik ga even wat hele leuke items aanpassen. En zo meteen aan jullie laten zien. Lekker mobiel, thanks. Ja. Cheers.
En, do you like it? Super lekker man, wat zit er allemaal doorheen? Voornemen is goed gelukt. Ja? Ja, het is de tweede dag nog maar. Maar ik wil iedere dag zo'n sapje drinken. Oké. Okay. En wat heb je nu gebruikt? Spinazie, banaan, avocado, beer en een beetje kokosmelk. Zo, goedemorgen. Het is vandaag donderdag en vandaag gaan we weer naar Amsterdam toe. Weer voor een event. Ik heb een lunch vanmiddag. Ilootje zit op school, dus we nemen Joa dit keer gezellig mee. En dit is de outfit van vandaag. Dit vestje is van Another Stories. En deze blouse is oud van Zara. Ja, die had ik vorige zomer heb ik die gekocht. En de broekje is ook oud helaas. Die is van H&M Trend. En de laarzen die zijn van Tango. Een keer de huismuts. En vind ik ook heel leuk. We lopen weer in Amsterdam. Zo, we komen er eigenlijk... Oh, sorry. Ja. We komen er iedere week. Zeker. Zeker. We willen het ook niet missen, hè? Het is nee. Niet dat we blijven altijd Amsterdam wel missen. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Zo werkt het. Zo werkt het. Maar goed. We hebben tijd nodig, denk ik. We zitten nu precies een jaar trouwens, hè? Ja, joh. Het is gewoon een jaar geleden dat we zijn verhuisd van Amsterdam naar Utrecht. Maar ja, we lopen nu in het straatje vlakbij ons oude huis. Gaan we even, toch herinneringen ophalen. Zwaaien, jong. Zo gaat dat dan. Oh, hey. Ik hoorde iets. Ja, ik hoorde een zoon. Pientje is wakker. Vanmiddag een hele leuke lunch met een heel tof kledingmerk. By Malina heet het. Ze hadden me uitgenodigd om de collectie te komen bekijken en heerlijk te lunchen. Het was echt lekker. Het zat in de Herenstraat in Amsterdam. Ik weet even niet de naam. Het was bij Momenti. Heel, heel erg lekker. Maar goed, het was heel gezellig en... Even lekker samen met Milan. Dat was natuurlijk gisteren was ik ook weer even samen met Milan. Dat is ook echt zo fijn. Want ik echt sinds dat we met z'n viertjes zijn, sinds Joa erbij is, hebben we echt... wanneer zijn we met z'n tweeën weg geweest? Ik vind het altijd super fijn om ook even met z'n tweeën te zijn. En met Ilo, toen Ilo er was, was het allemaal een stuk makkelijker of zo. Dan kun je hem gewoon toch wat makkelijker wegbrengen of blijft hij een nachtje slapen. Maar met twee vind ik het toch echt wel... wat heftiger allemaal. En nog helemaal nu Joa nog niet echt een ritme heeft. 'S avonds. Dan ga ik ook niet met een lekker gevoel weg. Maar vanavond is wel even een doorbraak. Jawel. Joa, die ligt gewoon in zijn eigen bedje te slapen. En meestal, dan wordt hij echt wel na om het half uur zeker wakker. Speentje in, slaapwiegen en dan weer terugleggen. Maar nu is het dus... 10 uur en hij ligt echt al ruim 2,5 uur lekker in zijn eigen bedje te slapen. Dus dat is wel echt heel erg fijn. Al mis ik hem stiekem ook, want ik vind dat knuffelen gewoon heerlijk. Maar goed, het is wel heel fijn als hij ook 's avonds zijn ritme heeft. Want dan kunnen we namelijk wat vaker op stap gaan. Ik zit nu lekker op de bank. Ik ga alvast een begin maken aan deze vlog. Milan is voetbal kijken, dus ik ben alleen. En dan vind ik stiekem eigenlijk best wel lekker.